Mijn naam is Gijs. En afgelopen week kwam weer een goede YouTube vraag binnen van iemand die vroeg zich af hoe je nou een YouTube banner kunt maken op je iPhone of je iPad. Ik laat jou zien in deze video hoe je dat heel eenvoudig kan doen binnen 1 minuut en met een gratis app. Dus kijk even met me mee. Om een banner te maken op een iPad of op een iPhone ga je als eerste even een YouTube Banner template downloaden. Dus je gaat even naar Google, je typt in YouTube Banner Template. Je slaat het plaatje op. Dan ga je naar je camerarol. Dan ga je vervolgens naar de gratis app Fonto. Je klikt op het fototoestelletje en je neemt het zojuist opgeslagen plaatje: de tekst en logo save area banner template van YouTube. Dan vervolgens kies je een vierkantje kun je nog even de kleur aanpassen, bijvoorbeeld wit, en dan kun je hem even gaan verplaatsen en resize. Dat kan je heel makkelijk door even naar beneden of naar rechts te schuiven. Je maakt hem even wijder, dat hij precies in het midden staat. Even verplaatsen. Je voegt een tekst toe, bijvoorbeeld um, YouTube. Banner maken op iPad. Je kunt de tekst dan nog even gaan verplaatsen. Bijvoorbeeld zet hem even in het midden of een beetje meer naar rechts. Maar stel nou dat je bijvoorbeeld een plaatje wil gebruiken als uh, banner, dan ga je bijvoorbeeld even iets intypen in Google, bijvoorbeeld uh, Minecraft Skywars. Je zoekt een plaatje, zorg ervoor dat je het plaatje wel mag gebruiken. Je slaat het plaatje even op. Je gaat naar je Fonto-app. Je pakt het plaatje erbij. Je kiest het plaatje. En dan voeg je bijvoorbeeld nog een tekst toe. Bijvoorbeeld YouTube-banner maken op iPad. Dat typ je even in. En dan verschijnt de tekst zo over de banner of over het plaatje. Je drukt op dan, je kunt even de tekst verplaatsen en je kunt heel eenvoudig zo direct het plaatje opslaan en dan naar je YouTube brengen. Heb jij na het bekijken van deze YouTube-video nog steeds een vraag? Stel je vraag even hieronder en ik ga je vraag beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. En kijk gelijk ook een van mijn andere video's die zo direct verschijnt over hoe je YouTube kunt gebruiken op je iPhone of je tablet. Kijk gelijk mijn afspeellijst: YouTube gebruiken voor je tablet of je iPhone. Of bekijk mijn andere video: een YouTube-kanaal maken op je iPhone of met je tablet. Of de volgende video: een YouTube-naam wijzigen op je tablet of iPhone.